In practicum 5 gaan we een rekenmachine maken. En de rekenmachine is een redelijk simpele opdracht. Tenminste, zo lijkt het in het begin. Want uh, je hebt een aantal operatoren: plus, min, maal gedeeld door een procent. En die hoef je alleen maar uit te rekenen. Je geeft twee getallen op en, en die, nou ja, je krijgt het antwoord. Nou, uh, er zitten wel een aantal uh, aantal moeilijkheden in. Want wat zeggen ze? Ja, je moet wel gebruik maken van methodes. Er zijn er. Twee methodes die we moeten maken. Die horen bij deze rekenmachine. Nou, ik vind het zelf altijd fijn om heel even een uh, schemaatje te maken. van de opdracht. De opdracht is niet zo lang. Dus ik teken dat een beetje uit. En uh, het begint een beetje met vraag 1. Wat is de operator die je wil gebruiken? Nou, dat voer je in. Dat is een input. Hè? Dus we vragen gewoon. Uh, nou, geef bijvoorbeeld plus of een min. Maar wat moeten we doen? We moeten de input checken. En dat moeten we checken aan de hand van een methode. Dus die methode. die. Uh, checkt voor ons. klopt de operator wel met diegene die wij willen hebben? Of zit je gewoon iets verkeerds in te typen? Dus dat is uh, moeilijkheid 1. Um, moeilijkheid 2 is. op het moment dat ik klaar ben met deze. van dit programma, gaat hij automatisch weer terug naar het begin. Dus er zit een soort loop in. En. Uh, daar kan ik alleen maar uitkomen als ik de hoofdletter S intype. Dus als ik hoofdletter S intype. Dan stopt de loop en dan eindig ik het programma. Dus dit is een loopje die zowel die kant op gaat als de andere kant op gaat. Um, nou, je geeft twee getallen in als je dus de operator hebt gekozen, die hoeven we niet te controleren. Dus dat is makkelijk. Voort gaan we het uitrekenen en gaan we het printen op het scherm. En dat doen we ook in de methode. Dus deze methodes, deze twee methodes zijn ons uh, opgedragen. Dus daar moeten we gewoon iets mee. Um, nou, laten we gewoon maar beginnen. Ik heb een project aangemaakt. Uh, die heet rekenmachine. Nou, ik geloof dat je bij practicum 5 inmiddels wel weet hoe dat werkt. Um, ik heb mijn naam hier neergezet. Ja, en de codeconventie die zegt tegen mij... Geef het doel van het programma op. Nou. Ik bedenk even wat een... We kunnen met twee getallen. Iets in die richting. Typisch niet mijn sterkste kant. Maar uh, je moet dus het doel van het programma bovenin geven. Nou, het programma runt altijd de methode main. En de methode main die staat tussen deze twee gele accolades. Dus daartussen gaat het gebeuren. Nou, uh, je hebt net al gezien, we moeten een aantal input We vragen een aantal keren input van de gebruiker. Dus wat ik ga doen, ik ga gewoon meteen even een scanner aanmaken. Want ik weet met de scanner kan ik de toetsenborden inlezen. Nieuw scanner en dan is het system.in. Ik moet natuurlijk wel nog een import opnemen. Omdat deze scanner is een extra module. Dus die moet je wel bovenin opnemen. Maar anders weet je niet wat scanner is. En dat deden we door import java. Util. Nee, die niet. Tuurlijk scanner. Deze library laat ik nu in en dan weet hij ook wat scanner is. En dan zie je dat de error verdwijnt. Nou, dat is uh, probleem 1. Probleem 2 is dat die, die operator die ik moet invoeren, dat is van het type char. Dus ik heb een karakter, een char. Die uh, maak ik alvast even aan. En die declareer ik als char die operator. En dan, um, nou, dan heb ik die in ieder geval binnen. Nou, nu komt een van de la lastigere dingen. Ik moet dus een loopje maken. Hè? Hij blijft dus loopen. Hij gaat al deze drie blokken in de loop opnemen. En op het moment dat dit niet klopt. Moet ik dit dus niet uitvoeren, maar moet ik meteen weer opnieuw gaan vragen. Dus dit loopje en dit loopje lijken een beetje op elkaar, want eigenlijk bij een verkeerde operator sla ik die twee stappen over en ga ik meteen terug. Dit ga ik doen met een do en een while loopje. Dingen die je moet checken, doe ik meestal altijd met een uh, do while loopje. Dus ik ga dat doen. Uh, dat begint dus met do: do dingen die tussen deze twee accolades zijn. Net zolang, while, uh, net zolang wat tussen deze haakjes waar is. Dus wat hier tussen staat moet waar worden. Als dat waar is, dan doet hij het opnieuw. Nou, wanneer is het waar? Het is waar als de operator, ook oh, ik heb het haakje weggehaald, maar goed, niet gelijk is aan s. Misschien vraag je je af, waarom doet hij hier enkele quotes en deed hij bij de vorige keer altijd dubbele quotes? Dat komt omdat dit een char is. Als ik een dubbele quote zou doen, dan zou het een string zijn en dan zou hij daarmee in de war raken. Dus als je daarmee zit te klooien, enkele quotes horen bij char. Dus uh, daarom is dat zo. Hij gaat hij dan nou wel zeggen van hey, die operator die is nog nooit gevuld. Dit kan nooit, nooit ontstaan, omdat die... dit is leeg. Dit is nog niks. Maar ik ga meteen hier bij het eerste, de beste start bij de doelloop meteen die vraag stellen. Even een leuk tekstje, dat LN haal ik er altijd af, want als komt er, geeft het meteen een line feed op het einde en dan staat de vraag, de input eronder, dat is lelijk. Uh, ik moet uh, iets zeggen, even pieken in het, in de opdracht. Oh ja, kijk, deze tekst, dat is de tekst. Dus die ga ik gewoon even plakken en knippen. Dat is de tekst. En dan ga ik deze variabelen vullen dus met de juiste. De dus scanner even aanroepen. Ja kijk, en nu heb ik een klein probleem. Want ik zou eigenlijk geneigd zijn om te denken next char. Dat moet ik hebben, maar die bestaat niet. En er is ook al een hint op gegeven bij de opdracht. Want in het boek bij 4.4.6 zou je er, als je dat leest, kom je erachter dat je het eigenlijk moet doen via een string. Dus next. Maar na next kan ik char add doen. En dan add positie 0. Zo lees ik een karakter in. En wel de allereerste van de string. Namelijk positie 0. Dus het allereerste teken wat ik invoer. Dat gaat hier in char. En char is eigenlijk. Dus het is eigenlijk een variabele waar je maar één teken in kan zetten, een ASCII teken. En meestal een, een, een cijfer of een letter. Dat pak ik hierin. En uh, zo lees ik. Ja, nou, we hebben hem binnen. Ja, dan zie je dat de error hier ook weg is. Dus dit blijft net zo lang doorloopen totdat uh, die char net geen s is. Als hij wel s is, dan is dit uh, niet meer waar geworden. En dan, uh, of dan is dit waar geworden. En dan, het is omgekeerd, het is nat. Dus het is een beetje ingewikkeld, misschien denken. Maar dan breekt hij hem af. Um, Oké, okay. we, uh, we hebben nog een opdrachtje openstaan, want we moeten hier die check doen. We moeten dus checken of die operator of die klopt. Dat gaan we doen door een methode te gebruiken. Even kijken in de opdracht. Ja. De signatuur van die methode, dus hoe die eruit moet zien, dat is bij ons opgegeven. Dus we zien hier static. Nou, dat staat er altijd, mag je gewoon aannemen dat dat er altijd staat. Daarna komt wat er terugkomt, boolean. Er komt dus een boolean terug, dus true of false. Dit is de naam van de methode is geldig operator en dan gaat er in een karakter van type char. Nou, als we dit opkrijgen, moeten we dit dus ook op deze manier gaan gebruiken en het Verplicht ons ook meteen om allerlei, um, ja, om een om, om structuur, zeg maar, aan te houden die hier staat. Ik zet hem buiten mijn main, hè? dus de main, hier zie je, als ik die accolade klik, dan wordt die geel. Dit is de main en dit is dus de buiten, maar wel binnen de klas. Dus deze laatste horen hierbij, hier tussen komt mijn methode. Nou, heel veel mail kan je hem zo doen. Ik ben erg gewend om hier public voor te zetten omdat ik een SE'er ben, maar als je daar geen public voor zet, dan gaat de computer er automatisch vanuit dat het public is. Nou, uh, maar goed, dus daarom zie je het soms zonder en soms met, alle twee goed, maar ik ben gewoon erg gewend om daar public voor te zetten. Omdat je, als je software engineer bent, kom je erachter dat er ook nog iets anders kan staan, zoals private of protected, maar dat hoef je voor dit tentamen niet te weten. Dus laten we je niet belasten met allerlei uh, extra ballast. Um, wat je wel moet doen is je moet boven deze methode vertellen wat het doel is van deze methode. Dat staat in de code conventie krijg je behoorlijk wat puntaftrek voor. Dus doe dat. Dan hoef je niet voor te leren, hoef je alleen maar in te, alleen maar in te typen. Van de char. iets in die richting. Dus het doel heb ik erboven. Eigenlijk moet je er ook nog uh, bij zeggen wat er terugkomt. Uh, later zal je, als je SE doet, leren dat dit eigenlijk handiger is met JavaDoc, maar voor nu is het voldoende. Um, Oké. Okay. Nou, hij blijft hier, een, zie je dat hier een error is ontstaan? Dat komt omdat we hier gezegd hebben, er komt terug een boolean, maar er komt heel, op dit moment helemaal nog niks terug, dus dat suurt hij over. Geen paniek, ja, dat komt vanzelf goed. Nou, uh, je kan dit op twee manieren oplossen. Je hebt de lange en de korte versie. We gaan uh, eerst maar even de lange versie doen en gaan we hem korter maken. Dus als je er moeite mee hebt, dan kan je me misschien beter volgen bij de lange versie. Want wat ik gewoon ga doen is, ik ga gewoon afvragen als de karakter wat hier binnenkomt, als dat gelijk is aan plus, dat is goed hè, of dat karakter is gelijk aan min, of die karakter is gelijk aan uh, maal, hadden we volgens mij, ja of. Dat karakter. Is gelijk aan. Um, gedeeld door. Of. Karakter is gelijk aan. Procentteken. Dat is allemaal goed. Als dat waar is, dan geef ik terug. Uh, true. En als het niet waar is. Dan geef ik false terug. False schrijf je natuurlijk zo. Nou, de error is verdwenen, want we hebben aan de voorwaarden voldaan om iets return te sturen, zowel true of false. Dus dit is de full version van uh, hoe ik het zou aanpakken. Ik check gewoon van, hey bestaat karakter uit plus, min, maal, gedeeld door of procent, en als ik dat weet, dan is het goed. En alle andere dingen is fout. Dus dan geef ik een false terug. Um, ja, dit, dit, dit kan werken. Nou, is dit eigenlijk een beetje een uh, lange versie. Want dit geeft automatisch al true of false terug. Dus wat ik zou kunnen doen als ik hem korter zou willen maken. Ik kan dit gewoon meteen zo doen: dat is allemaal uitgehaald. Veel korter natuurlijk. Uh, dit geeft namelijk al ja of nee terug. Dus true of false. Dus dit, dit is hetzelfde als wat ik net deed. Uh, ja, wat is goed, wat is fout? Ja, dit is veel mooier natuurlijk. Maar ja, uh, als je er moeite mee hebt, schrijf hem dan lang uit. Dan weet je zeker dat hij uh, goed is. Nou, wat moeten we doen? We moeten dus nu dus die operator gaan checken. Dat doen we dus door even uit deze main te stappen, even hier naar deze methode te springen. Uh, dit doen en dan weer terug te geven. Um, dus de vraag is als if als dit kopieer ik het even en dit hebben we anders genoemd. Pas op met plakken en knippen. Ik doe het nu omdat het filmpje sneller is, maar het kan ook wel eens dat je iets verkeerd zit te doen en dat je daardoor een error krijgt waar je niet uitkomt. Maar goed. Uh, als dit waar is, dus tussen die haakjes wat tussen die haakjes staat, als dat waar is, nou hij geeft true of false terug. Als het waar is, dan is het goed. Want hij returnt hier true als deze karakters erin voorkomen. Dat is dus goed. Dan gaat hij dit doen. Dus deze twee accolades. En als het niet waar is, ja dan uh, moeten we toch wel even actie ondernemen. Dan gaan we iets tegen deze gebruiker zeggen. En wat gaan we zeggen tegen die gebruiker? Even kijken in de tekst. Operator is ongeldig. Dat is de juiste tekst die we gaan zeggen. Plakken we hier. Dus als er vals uitkomt, gaat hij dit doen. En als er true uitkomt, gaat hij dit eerste stukje doen. Nou, als dit ongeldig is, zijn we meteen bij het einde van het verhaal. Gaat hij meteen weer loopen. Want daar zit hij dit while loopje in. Hè? En komt hij meteen weer hierboven. Kun je kunt het even proberen. Twijfelt, kan je tussentijds proberen. Ik ga hier gewoon een k geven, kan natuurlijk helemaal niet. Zie je, operator is ongeldig, R, operator is ongeldig, maar als ik plus doe, dan zou je zien: ja, het doet natuurlijk niks, maar we zijn nog lang niet klaar. Maar dat geeft in ieder geval niet die melding, want dan zitten we in dit stukje en dat stukje uh, hebben we nog niet geschreven. Dus dat gaat goed. Uh, dit hebben we gedaan. De loop hebben we gedaan. We moeten alleen nog vragen. getal 1 en getal 2. Dat zijn dobbelgetallen. Dus met komma's. Uh, die gaan we vragen. Nou, dat is redelijk simpel hè. Ik kan natuurlijk gewoon een tekstje zeggen. Um, even kijken wat het tekstje moet zijn: eerste getal en tweede getal. Dat is de beroemde tekst. Geen line feed. Maar dat komt erachter. Oké, okay. uh, wat gaan we doen? We gaan een double aanmaken, want het is een comma-getal. En dan noemen we gewoon getal 1. En we hebben input.next double. Dit moet natuurlijk kloppen met dit, hè? maar dat snap je wel. Nou, dit gaan we natuurlijk ook doen voor uh, getal 2. Tweede getal. Getal 2. Dus we hebben die twee getallen ingelezen. Hoeven we verder niks mee te doen. De opdracht zegt niet check dit ook nog. Dat hoeft we allemaal niet. Uh, daarna moeten we het uitrekenen. En uh, op het scherm printen. En dit doen we ook via een methode. Dus we zijn uh, beland bij het laatste stukje. Bij nummer 2. We moeten dus een methode schrijven die de, deze signatuur heeft. Dat gaat hier uh, er komt hier niets terug, void. Dat betekent er komt niks terug. Uh, het heet printSom, maar er gaat in de operator het getal 1 en het getal 2. En print die het blijkbaar op het scherm. Nou, laten we dat gewoon gaan doen. Hier zijn we weer terug. Uh, deze methode hebben we klaar. Die methode zit er dus buiten de main. Hè? Dus deze hebben we al gehad. Dus dan gaan we gewoon een paar regels verder. Gaan we, ja, Ik ben weer gewend om public voor te zetten. Dit niet op mij. En tussen die accolades, dat is de methode. Dus deze methode hier tussen gaat het allemaal gebeuren. Ik ga meteen weer eventjes doel. Uh, op te lossen zou je dat zo zeggen. Nou ja. Zo, heb ik dat meteen gehad. Uh, dus ik heb uh, die methode gemaakt. Die, uh, die, die, die is al opgegeven. Nou, wat moet ik doen? Ik heb dus vijf opties. Plus min uh, maal gedeeld door of procent. Ik zou natuurlijk een if-else loop kunnen maken. Maar dat is lelijk. En dat de computers houden niet zo van if else, if-else, if-else. Ik vind het veel makkelijker om te switchen. Dus oh, ik ga een switch maken. En waar wil ik dan op switchen? Ik ga switchen. Zit ergens, zoals zelfs in les 2 of zo, zit het al switch. Ik dus loop dat nog even na. Maar ik ga op de operator switchen. En uh, nou, wat kan er allemaal gaan gebeuren? Er Kan een case uh, gebeuren dat er een plus wordt ingevoerd? Ja, dat zou kunnen. Laten we eerst de plus even doen. Laten we. Dan hebben we de rest eigenlijk, eigenlijk ook gemaakt. Want de rest is een beetje een uh, verhaal van herhalen. Nou, wat moet ik doen? Ik moet dus die twee getal, e, uh, getal 1 en getal 2 bij elkaar optellen. En dat moet ik dan een beetje netjes weergeven. Ik uh, maak eerst even maar een print. Want wat moet ik doen? Even kijken in de opdracht. Oh ja, zie je? Ik heb, je voert hierin uh, twee getallen. Twee, en 2, 5,1. Hij maakt hier 2.0, dat is een dobbelgetal. Plus die 5.1 is 10.2. Dus dit is ook een dobbelgetal. Dus hij herhaalt eigenlijk wat je ingevoerd hebt bij het eerste getal, wat je ingevoerd hebt bij het tweede getal. De operator herhaalt die en dan geeft hij het antwoord. Dus dat zou ik gewoon kunnen doen. Ik zou gewoon hier kunnen zeggen: getal 1 plus, en dan doe ik gewoon een stukje string, plus getal 2 plus. En dan zeg ik is. En wat is dan het antwoord? En ik zou in een printline eigenlijk direct kunnen rekenen. Dus ik kan hier gewoon zeggen: getal 2 plus getal 2. Dit moet volgens mij werken. Ja, volgens mij wel. Dus ik reken het hier meteen uit. Hè? En hier, hier geef ik het weer met die plussen. Dat is gewoon, dit is gewoon tekst, want dat staat tussen die dubbele aanhalingstekens. Dit is gewoon alleen voor de gebruiker voor het scherm, maar hier reken ik het feitelijk uit. Dit zou je kunnen doen. Het probleem is alleen als ik dit zo direct met als ik bij maal kom of bij gedeeld door of bij het procentteken en ik ga doubles bijvoorbeeld delen op elkaar, dan kan ik hele lange komma getallen krijgen, zo lang die ik eigenlijk niet wil. Dus ik wil eigenlijk dat een beetje netjes formatten, tot één cijfer achter de komma. En uh, ja, hoe ga ik dat doen? Dat doe ik het snelst met printf. Weet je hem nog? printf Getal 1, getal 2, maar dit getal, dus de berekening, dat wil ik graag een beetje knap uitrekenen. Nou, uh, ik kan daar een soort uh, uh, ja, een format voor opgeven. Dat doe je met die procent. En dan geef ik op het aantal cijfers wat ik reserveer voor de komma, het aantal cijfers wat ik reserveer achter de komma en wat voor typen het is. Nou, eh. Uh, Stel dat we 10 cijfers voor de komma reserveren, ik doe maar even ruim. In ieder geval weet ik zeker dat ik 1 cijfer achter de komma wil reserveren, want het wordt 1 cijfer achter de komma. En van het type double, en dat is f, dat komt van float. Dat is Misschien een tikje onlogisch, maar uh, er moet f komen. En uh, dat plus, dat wordt dan komma. Weet je nog? Dus dit getal wordt geformat door deze format. Nu lijnt hij hier standaard rechtsuit. Dus wat gaat gebeuren? Er komt hier een heel veel 10 spa spaties en dan pas komt het getal, of 9 en dan het getal. Uh, maar als ik hier een minnetje voor zet, dan maakt hij het uh, dat het links uitgelijnd wordt. Dus dan heb ik in ieder geval nog uh, niet veel uh, spaties. Dus dit zou moeten werken, zo maar even testen. We moeten er natuurlijk wel alleen plus op geven, natuurlijk, hè? want dat hebben we als enige gemaakt. Uh, 10.3, nou, uh, 4.4. Uh, hey, oh, ik weet al wat ik gedaan heb. Deze methode wordt natuurlijk nooit in zijn leven aangeroepen, want ik moet natuurlijk wel dit hier gaan aanroepen, natuurlijk. Dus er komt niks terug, dus hoeft niks ergens in een andere variabele. Die dingen kan ik natuurlijk niet opnieuw declareren. Dus. De operator gaat erin. Getal 1 gaat erin. En getal 2 gaat erin. Dat zijn dus die, die en die. Die gaan erin. En die worden in hier uitgekend. Even opnieuw uh, plus 10.2, 4.5. Ik ben me wat hoor. Zie je wel? 14,7, één cijfer achter de komma. Oh, kijk, hij gaat, hij gaat geen uh, enter geven op het einde. Dus die nieuwe vraag komt erachter. Dus dat moeten we even oplossen. Uh, dat doe ik gewoon heel simpel door te zeggen: Nou, even twee keer enter. Backslash <tosses> n, en dat is um, uh, enter. Dan los ik dat mee op. Elke case. Eindig je natuurlijk wel met break, want als je dat niet doet, gaat hij alle andere cases ook uitvoeren. En dat is natuurlijk niet de bedoeling, want dan gaat hij alles uitrekenen. Nou, nu is het eigenlijk gewoon een simpele plak-en-knip wedstrijd, maar pas altijd wel een beetje op met plak-en-knippen dat je geen foutjes maakt. Want dit is puur tekst natuurlijk, en dit moet, die moet wel de berekeningen natuurlijk ook goed doen. Hè? En dan zijn we hier op het einde. En dan gaan we de volgende doen. Uh, maal. Maal. En de berekening is natuurlijk ook dan. Maal. Even netjes inzetten. Uh, wat hadden we nog meer? Gedeeld door. Ja. Nou, dit is gewoon. Plakken en knippen. Je mag natuurlijk ook al met de hand typen als je dat zou willen. Maar op je tentamen heb je best wel wat tijdgebrek. Tenminste, het zou kunnen dat je tijdgebrek hebt. En dan is het natuurlijk wel makkelijk als je dat allemaal niet hoeft te typen. Uh, bij een switch zou je ook nog een uh, default kunnen opnemen. Dus iets wat, hè, als het niet die is en niet die en niet die en niet die en niet die, wat dan? Maar dat kan eigenlijk in deze situatie helemaal niet, omdat je al dit hier checkt. Dus het is altijd een van deze vijf. Dat kan niet anders, anders kom je niet door deze methode heen. Dus dan hoef je dat hier niet te doen. Maar ja, goed. Je zou voor de zekerheid nog een default kunnen doen. Maar goed, ik doe het lekker niet. Oké, okay. nou, we zijn dan bijna klaar. Dit uh, loopt. Dit gaat goed volgens mij. Uh, hier wordt die methode aangeroepen. Dus als het een geldig teken is, dan. Neem ik de twee getallen, roep ik die methode aan en print ik hem. En uh, nou, even kijken of hij het doet. Maal, um, misschien wel leuk. 12,3 maal 3,3 is 40,6. Nou prima, werkt. Oh, kijk, hier zie ik nog iets wat niet zo mooi is. Als ik S druk, dan gaat hij toch uh, deze tekst weergeven. Dat komt omdat dan erachter, omdat hij in die doelloop zit. Dus hij gaat eerst die doelloop afmaken. Komt hij erachter dat dat natuurlijk geen geldig operator is. En dan gaat hij het toch weergeven. Dus als ik dit een beetje netjes wil oplossen, ga ik hier nog even een uh, if loopje maken. Dus zolang dat niet S is, dan graag dit weergeven en anders niks weergeven. Oké, okay. volgens mij ben ik er. Um, ja, ik kan hier nog uh, wat commentaar bij leveren, maar. Dit is volgens spreekt eigenlijk gewoon voor zich. Oké, okay. nou volgens mij uh, is deze opdracht uh, bij uh, met deze manier afgerond en uh, kan je hem inleveren.